Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Het is Mario Pina's voor Su vandaag. Klik op de link, abonneren en abonneer. Powerplay, weet je, is politiek. De derde dag van de betoging. Durf nu eens te praten. Hebt u de Vergeet niet te klikken op abonneren en abonneren. Goedemiddag, maandag 19 september. Dag van de Samakaners. En er is een Prodo Waka Samaka Polo. Ze komen eraan en we gaan kijken hoe prachtig ze eruit zien. Geniet u mee. De stoet komt nu aan bij de Palmentuin. Er zullen wat demonstraties hier zijn van tradities. We zijn benieuwd wat we gaan meemaken en wat we zullen, te zien zullen krijgen. Ik ga wat mensen interviewen om te kijken wat ze hier verwachten. Goedemiddag. U zit vol verwachting te wachten hier op het hekje? Ja, helemaal. Ja, helemaal. Wat verwacht u ervan? Nou, heel veel zang, heel veel dans. Vooral met de billen. Dat vind ik heel leuk. Ja, weet je, het is ook dan mijn cultuur eigenlijk een beetje. En u bent ook Maron? En... Nee, ik ben gewoon een stadskriool, maar we zijn afstammelingen van. Hè? Dus vandaar, ik voel een beetje voor gebondenheid, verbondenheid met elkaar. Ja. Genieten van de cultuur, hè? Ja, helemaal. Pure kracht. Pure kracht. Dit is echt puur. Heel puur, ja. Heel veel plezier. En ik hoop dat u vandaag ook een hele leerzame dag zult hebben. Ja, zeker weten. Ja, dankjewel. I'm sorry.
wel, hoe kan dat? Eigenlijk wel. Maar het is 19 september, na Saramakans Day. Ja. Ja, eigenlijk. Ja, alle soorten smaden, zo'n Saranan smaden. Ja, dus Anomaran sman wang. Dus na Saranan voor Kudeja. Ja. Een verschil de Tidena Samaka. En Samaka Daka. Ja, dat 10 oktober. En dan die Alasta. Ja, dus ik kan zeggen dat ik Tide ook toe naar die Alasma. Want wie allemaal naar Saranama en wie allemaal naar Buskondresma toe ook toe. Zo moet je zien. En 10 oktober naar Asrefsan toe, naar precies zo moet je zien. Ja, maar 10 oktober naar Adida Ding ook aan de free. Tegen een vredeakkoord. Ja? En de samenkasma teken een vredeakkoord in 19 september. Ja. Maar wie is wat je draait, wie allemaal naar Awang. Ja. We vieren, maar dan gaan we kandra aan vrede. Ja, we vieren, dan gaan alle den trouwen. Wie is wie naar foto nengere, wie is wie naar Japanese, wie is wie naar Hindustani. Maar zolang je de Saranaman, nou wie deed. Ja. Zo ade. Dank u. Ja. De groepen zijn aangekomen in Palmetuin. We gaan kijken of we elke groep even kunnen interviewen om te kijken wie ze vertegenwoordigen, waar ze vandaan komen en of ze ons wat over hun eigen cultuur kunnen vertellen. Goedemiddag, met wie heb ik het genoegen? Ja, u heeft het woord tot meneer Wachter. Wij zijn gekomen vanuit Klaaskreek om deze Samakadaka een andere tintje te geven. Hè? Want vorig jaar was het niet echt niet zo gevierd. Maar dit jaar, waar wij ook blij zijn, omdat de overheid nou ja, zodanig heeft gemaakt dat het dit, al is het eenmalig, maar deze vrijdag mogen vieren. En we komen uit Klaaskreek. Die band die zo even naar voren is gelopen, heet Bambai. Is ook een groep vanuit Klaaskreek, samen met de vrouwenorganisatie Waifolo. Dus zo zijn we nu hier om deze dag echt een mooie tint te geven. Nou, het zag er prachtig uit, want we hebben u ook zien dansen en zien demonstreren. Gaat u zometeen nog tradities demonstreren? Ja, dat zijn we ook van plan. Onze traditie, onze cultuur. En daarvoor zijn we echt niet bang om dat te presenteren. Nou ja, de Surinaamse samenleving, we zijn echt, wat dat betreft, zijn we rijk aan traditie. Rijk aan dans, rijk aan alle soorten activiteiten, culturele activiteiten. Dus dat zullen we ook straks presenteren. Ik ben het helemaal met u eens. Dat moeten we echt ook zo houden, hè? Behouden. Ja, 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 ja. Vieren. Mideo, tirena midei, dus me polo. Ja. Ja. Mooi. Mooi, je broeder. Is even mooi. Is even mooi toe. Is fit die wojo. Ja. Tja, zijn ook zo. Dit is dat wat kuku, wat gangasa. Die wat muye muswabi. En wat muye yabi en hendai soso. If you not have this, je bent geen vrouw. Want die maslaan baiji. Die maslaan baiji, die familie baiji. Dit is die man. Dat de tegi taki, yo chispato, fi no egwa Chinees, fi egwa restaurant, ala de ware junk food. Im nya good, im bori ji amang, im bori bombo nyanya jamang, daro me kia patu. En de patu fi ne brenchi. De smau taki sani, taki mochi wa de patu ne brenchi. Look what de brenchi, yelen, 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 yelen. Meshi. Ja. Ya mi sabori tire ubori afingi apiti afingi apiti ku anga fisi anga wild ehe asisa taki minum taki afingi ma the meesters ma sabi sana afingi dus mikare afingi fu alas ma sa verstaan ma u in misa makatongo wekare apiti Apiti. Ja. Apiti. Maar apiti. Met dat je bent toch? Oh, oké, dan moet je zeggen apiti. Ja. Je moet zeggen, want je was in mijn bonje. Ja. Salata. Was in mijn bonje betekent dat je het goed gekookt. Ben je boring? Ja. Met mijn zus.
Ja. Lobby. Ik meken naar lobby. Daarom ben ik de tegi taki wasi mau bonye. En welke tradities gaat u zo meteen demonstreren met uw groep? Die groep van mij. Wij zullen awasa. Wij zullen seketi. Al komt het vanuit de andere groep. Maar dat zijn we van plan. Awasa, seketi, banja. Dus al die culturele dansen vanuit het binnenland. Hè, die zullen we hier demonstreren vandaag. En awaka, zeg ik het goed? Spreek awasa. Awasa, wat is awasa? Kunt u me iets vertellen over de verschillende tradities die u zo meteen hier gaat demonstreren? Awasa komt meer van de Okaners. Maar we adopteren ze van elkaar. Want seketi komt meer van de Saramakaners. En ook de Okaners die adopteren dat. Banja komt meer van de Matawai. En zo zijn al die culturen, of tenminste die activiteiten, zo zijn ze allemaal ingewikkeld en ingeburgerd bij ons allemaal. Prachtig, we zijn echt rijk aan cultuur. Nou, ik ben benieuwd hoe het er allemaal uitziet en ik hoop dat ik dan ook begrijp wat de tradities allemaal inhouden. Niet alleen om begrijpen, maar u gaat straks ook meedoen. Oh, ik ga meedoen. We gaan het meemaken. En natuurlijk ontbreekt het ook niet aan de culinaire keuken, aan de Samakaanse culinaire kunsten. Hier heb ik mevrouw. Mevrouw Wit Hermin. Goedemiddag, ik zie dat u met een hele keuken hierheen bent gekomen. Ja, straks gaan we naar daar toe lopen. Ik heb sababoyo, karuboyo. En ik heb gebakken vis, tukunari met cassavebrood. Ik heb apiti met harde kip, met pingo en met ayumara. Gember ook erbij en orchade. Zo, dat is een hele Saramakaanse keuken, no? Of Surinaams beter gezegd? Ja, oké, Surinaams, ja. Ja, Surinaams. Hoort er ook toe, hè? Ja, we zijn in Suriname, dus dat. Ja. En wat vindt u van de Samakadaka? Samakadaka vind ik heel goed. Bijna akaba. Oh, maar de. Ai, akaba bijna. Ja. Met wild, met pakira vlees. Oké. En dan ook met vis. Oké. Ja. Is goed, dankjewel schat. Iluku mooi. Kasafel. Kwak. Miloba kwak ook toe, hè? Die kwak is net als Sarekarin, burger. Ja. Je boren lijkt burger. Ja. Ah, mooi toe, ja. Ai. Oké. Dankjewel. Ja. Ja, is goed. Ja, super samasuti, sama kandaka.
Pas on a suite sama kamnaka. Mita wensi hi sembe, ma suite sama kandaka. Be hi sembe, de ku lobby. Bika sama kanege, da lobby ku le speki. Di le speki, di sama kadaka. Sama kadaka da le speki daka. Sama kadaka na le speki daka. Ya. Hi sembe le speki, na wa sembe kwa kikuta suku tobi. Iedereen is liefde. Je ziet die persoon, je klimlacht, je smilt. Er is liefde, vreugde, blijdschap in je hart dat je deze dag mag zien en meemaken. 260 jaar Samaka Daka. Tanti. Tangi fitu. Nee, dat moet maar zo. Tangi. Adu. Zo, dat is ja. Hey! Kijk die karoboyen en sababoyen. Rita, kan je dat voor me openmaken? Even laten ze kijken. Boyo, sababoyo. En hier heb ik gember. Zo. Ja, en hier heb ik ook die apiti. Apiti is die soep? Ja, die soep. Die Samakaanse soep? Ja, wij Samakaanse zeggen apiti. En de ingrediënten van apiti, heeft het fufu erin? Het is cassavemeel. Oh, cassavemeel. Ja. Kijk daar. Zonder banaan. Puur. Het is wild. Ja. Gerookte wild. Ja. En hier heb ik een prinses. Hier heb ik harde kip. Jawel. Dat is aan u te zien. Ja, man. Oké, hartelijk dank voor uw uitleg. Ik wens u een hele prettige dag verder. Oké. Dank u wel. Dankie. Goedemiddag, er staan hier twee leden en de ondervoorzitter van Waifolo. Wat betekent Waifolo? Waifolo betekent fleurige bloem. Wat een mooie naam. Dankjewel. En het bestaat ook allemaal uit fleurige bloemen, de organisatie? Jawel, Waifolo bestaat uit fleurige bloemen, mooie dames. Wat doen die dames? We hebben tal van activiteiten die we ontplooien. Waaronder koyo, pangi, dus dakosu, pumiado. Pumiado als iemand ook. We doen ook verjaardagsfeesten, doen wij ook. Dus dat zijn ongeveer die dingen die wij doen. Oké, en de mensen die lid zijn van Waifolo, uit welk gebied komen zij? Er zijn verschillende dames die in Waifolo zijn. We komen niet alleen uit één dorp. Uit verschillende dorpen komen we. In Waifolo zijn bijna alle stammen onder de Maron gemeenschap vind je in Waifolo. En welke stammen zijn dat? Zoals de Saramakaners. En onder de Saramakaners heb je de Ganseers, waarvan ik zelf een Ganseer ben. Je hebt de Okaner. Je hebt ook matuaiers die in Waifolo zijn. En zijn dat alle stammen die de Maron-gemeenschap vertegenwoordigen? Nee, het zijn niet alle stammen die de Maron-gemeenschap vertegenwoordigen. Er zijn in totaal, als ik me niet vergis, zijn er 6 of 7 stammen. Je hebt de Saramakaners, je hebt de Okaners, je hebt de matuaiers, je hebt de Alukos, je hebt de Paramakaners en je hebt de Quintiers. Hartelijk dank voor uw informatie. We hopen zo meteen van uw demonstratie te mogen genieten. Dank u wel. Dank u hoor. Tijdens het lopen door de palmentuin kom je heel veel prachtig geklede en kleurrijke mensen tegen. Deze heren kwam ik tegen. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen. Ik ga ze vragen wie ze zijn, wie ze vertegenwoordigen en wat ze zijn komen brengen op het Samaka Daka Festival. Ja, ik heet Fruta en ik ben samen met mijn jongens. We zijn de 3 broeders. Ja. Mijn tegenwoordig is mevrouw Woni. En wat doet u? Bent u zanggroep, bent u dansgroep? Een dansgroep. En wat voor dans doet u? Culturele dansgroep. Welke culturele dans? Banamba. Banamba? Ja. Oké.
En waar gaat Banamba over? Zo. Vertel me eerlijk. Banamba. Kotakje imsi Banamba lekwang. Precies lekwang Afro-dans. Ja. Oké. Mooi. Tapkawina of Kauna? Kauna. Oké, okay, mooi zo. En uit welk dorp komen jullie? Welke stam? Abenas Tusamaka. Ja. Wat vindt u van het gebeuren hier, de dag? Bent u tevreden over wat u allemaal ziet, wie u allemaal ontmoet? Jawel. Nou, telek nou samishida. Apresibum. Ja, maar overwacht moroite. Ja, man. Ja. Nou, er is nog veel gaande. Ik wens jullie een hele prettige dag verder. Zoals u ziet zijn er vele attracties. Er ontbreken geen paarden aan dit park. Zoals er vroeger hier met het paard door het park gereden werd, wordt er nu ook aangeboden om een ervaring op te doen op het paard. U bent paardhouder. Ja? Wat is uw naam? Mijn naam is Akil Olijveld. En dit zijn uw paarden allemaal? Ja, paarden van mama, het is gewoon toch de gang gewoon. Er zijn nog veel meer paarden, maar die kunnen van niet komen. Oké. Maar deze paarden die u wel heeft gebracht? Ja. Ja, dit hebben we allemaal gebracht vandaag om te rijden met kinderen en met mensen gewoon. Want in Suriname zijn heel veel mensen bang voor paarden. En we laten mensen zien van, paarden zijn, zeggen we, de beesten zijn heel tam. U rijdt dus ook zelf paard? Doet u ook wedstrijden? Ja, ik rijd kinderen meestal. Ik doe niet echt wedstrijden meer, want ik ben een beetje groot geworden. Maar ik doe meer kinderritjes en kinderfeesten. En meestal gewoon op straat rijden, gewoon af en toe, heb je? Eigenlijk ben ik een dierenliefhebber, dus niet alleen paarden. Of honden, poezen, alles. Cavia's tot aan paarden. Ik werkte in een kinderboerderij in Nederland, in Gaansenhoef. En dan was de kinderboerderij daar, genomen met die dieren spelen en zo. Die man zei tegen me, Shaquille, je mag niet op die pony zitten. Alleen ermee lopen en af, om de bocht, jump and stone rijden. En zo is het eigenlijk begonnen, man, met paarden eigenlijk. Dus je bent al een tijdje bezig met paardenverzorging? Ja, de hele tijd, een hele poos. Al een aantal jaren, als kleine jongen. En ik word aardig gierig om op paarden te zitten. Stiekem aaien, stiekem wegbrengen, dat soort dingen heb ik gedaan voor hem, man. En dat plezier wilt u ook overbrengen aan de mensen? Ja. Dus in Suriname zijn heel veel mensen bang voor paarden. Sowieso heb je paarden die wilde paarden, zijn sowieso wilde paarden en zo, maar ik tem alles. Goed. Hartelijk dank voor de uitleg en veel plezier met de paarden. Sowieso man, fijne dag verder. Goedemiddag, we staan hier bij twee prachtige dames. Ze gaan ons uitleggen wat ze aan hebben en wat het allemaal betekent. Goedemiddag, wat heeft u... Prachtig uit. Ik krijg een heleboel informatie en ik weet niet wat voor informatie dat is. Kunt u dat allemaal uitleggen? Ja, vandaag is het Samakadaka. Dames en heren. Ja, is dag van de Saramakaners. En we hebben Saramakaners klederdrachten aan. Dus hier zie je, dit is een tjekkekoto. Wanneer je een pangi draagt, moet je dit ook dragen om het compleet te maken. En hier heb je, het is sepu van de Saramakaners, dus je draagt het ook om het pakje compleet te maken. Dit is een angisa. Kijk hier, hier in de akker heb je ook een angisa. Dus, dit is ook een van de dingen dat je moet aantrekken om het Saramakaanse klederdracht prachtig en compleet te maken. Hoe kom je zoen toe, zing je die false lied? Dit mag kinderen beneden 18 jaar niet dragen, want het is volgens het cultuur. Wanneer ouderen, alleen ouderen, ja, dit dragen, ja. En dit is een schouderdoek. Dit draagt mannen. Camisa en tapakoto om hun pakje compleet te maken. Ja. Dus dit is ook voor mannen, maar jij als vrouw kan het ook dragen.
Behalve, mag ik, zodra het gaat om jou, wat kan je noemen, en we voelen ons zo geweldig en gezellig. En, Dankjewel, dankjewel. Heel plezierige dag. Zo, het is nog een hele feestelijke sfeer hier in Palmetuin. Er is nog veel te beleven. Iedereen wandelt, loopt, komt en kijkt. De mensen zijn fleurig gekleed. Het ziet er heel mooi uit. Er valt van alles te doen, te proeven, aan te schaffen, te leren over de cultuur. Er zijn paarden. Er is nog van alles te doen. Dus ik hoop dat u wat heeft meegekregen en dat u er de volgende keer ook bij bent. Bedankt voor het kijken. Dit was SuTV vandaag. Klik op de like, like ons en volg ons. Tot de volgende keer. Vergeet niet te klikken op abonneren. En abonneren.